Ja, met het mobiele op de fiets, wat verboden is geworden. Tenminste, als je je porto in de hand houdt, moet ik wel een oplossing bedenken. Dus ik heb in China iets besteld dat dat zou moeten kunnen oplossen. Dit is de dongel die in de portofoon komt. Met twee stekkertjes, de bekende kenwoordaansluiting. Hij is een beetje scheef, maar het gekke is, hij past heel goed. Dus misschien is het wel bewust. In ieder geval, het past op Baofengs en op een hoop andere porto's. Dit is een PTT-knop. Even kijken hoe ik dat kan demonstreren. Daar zit dus niet zo'n niet van die pennen achterop. Als je hem indrukt. Hé, waarom doet hij het nu niet? Zo pas deed hij nog prachtig. Nou, ik denk dat de accu op is. Die zal ik wel op moeten laden. Ik weet het niet. Even kijken waar dat zit hoor. Nou, merkwaardig. Als je hem 7 seconden indrukt, dan zou hij blauw en rood moeten knipperen. Doet hij dat? Ja, kijk. Als je nou die andere indrukt, dan zou hij blauw moeten knipperen. En dan hebben we contact. Denk ik. Hé, dan moet hij wel. Ja, zie. Als ik hem nu indruk, dan betekent dat constante licht dat. Nou, dat hij zo vaak blauw klikt is niet normaal. Maar het betekent wel dat ze contact hebben. En normaal is het zo, als hij goed contact maakt, dat hij dus op die manier zendt. Dus je hebt een losse PTT-knop. En dan heb je ook nog een headsetje. Komt dus om je oren heen, dus heel flexibel. Lijkt een beetje op een gehoorapparaat. Hier zit het microfoontje in. Er zitten zelfs twee knopjes op, maar ik heb het PTT-knopje nog niet aan het werk. Maar misschien moet ik ook hier nog de verbinding zien te maken. En hier zit ook nog een knopje, hier wat te zien is. En verder zitten er hier ook nog een aantal. Eentje voor volume, eentje voor aan en uit. Oh, ik had die natuurlijk ook nog moeten connecten. Hier zit de USB-aansluiting om te laden. Maar ik heb nog niet gekeken hoe die klinkt. Dat is de volgende. Ja, wat je nu tussendoor ziet knipperen is dat ding nog. Hier zitten ook kleine lampjes op. Even kijken hoor. Ze moeten alle drie stroom hebben. Wil het werken? Oh, wacht even. Ik zit niet aan de uitknop. Ah, deze is leeg. Of niet? Nee, ook nog niet. Nou, dan moet ik eens even kijken hoe dat moet, want ik weet nu niet hoe ik hem moet connecten. Misschien wel zo. Nee, ik moet hem tegelijkertijd aanzetten. Nou, dat is te veel werk voor nu. Maar ik ben benieuwd hoe het werkt. Ik heb nog niet gekeken hoe die klinkt, dus dat kan ook wel erg tegenvallen. Maar in ieder geval, het setje was €22, dus dat is nog wat te doen. Daar kun je de gok wel voor wagen. En dit is iets wat wel toegestaan is. Tenminste, als ik die knop niet in de hand hou, maar ergens op monteer. Maar dan zal ik wel eens kijken of dat op mijn jas gaat. Of er zit een bandje bij, maar dat kan niet om je pols. Dat is in ieder geval, maar dat zou ook niet handig zijn volgens mij. Dus ja, daar moet ik wat op verzinnen. Of anders moet ik met de Fox werken, wat misschien ook wel gaat. Ja, leuk in elk geval. Experimenteren.